Hey allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Het is vandaag, jullie zien het, dit is allemaal schoon en droog. Dat ga ik eventjes netjes opvouwen. En ik heb net een zwarte was gedaan, dit is lekker nat en dat ga ik hier nu ophangen. Mijn haar moet gewassen worden, maar dat wilde ik niet doen vandaag. Weinig zin, weinig tijd. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga het gewoon lekker vastdragen. Ik draag het eigenlijk de laatste tijd zo weinig vast. Altijd los en vaak ook met mijn clipjes erbij. Misschien is het wel weer eens even leuk om gewoon lekker het uit het gezicht. Huh? Maar het is toch vettig en viezig. Dus dan maar lekker. Wacht, dan doe ik even zo'n waxje-achtig iets erin. Dan maak ik het nu zeg maar nog viezer. En dan ga ik vanavond lekker een maskertje aanbrengen. En dan ga ik het morgenochtend lekker wassen. Dit zat zo vies. Zo vies. Zo vette bende wordt het dan. Dit is gewoon een waxje. Shaping fibers. Daarmee krijg ik het altijd wel goed strak. Zo. Ik probeer dus een beetje deze momentjes thuis, dat ik mezelf klaarmaak. Die probeer ik een beetje vast te leggen. Zodat het een ander. Ja, dat het gewoon andere content is. Komt binnenkort trouwens wel heel leuk content aan. Ik ben namelijk met iets nieuws bezig. Ik denk dat jullie dat heel leuk gaan vinden allemaal. En dat is nu nog gewoon in de voorbereidingen. Daar ben ik eigenlijk ook heel druk mee bezig de laatste tijd. Dus zodra dat allemaal staat, rond is, dan heb ik ook weer een super leuke serie voor jullie binnenkort op YouTube. Nou, lekker strak in het pakje. Kijk, ik vind dit dus juist heel saai. Ik kan nu niet zoveel vertellen. Mijn hoofd staat nu nog niet aan. Ik heb nu nog zoiets van, oké, het is nu namelijk 9 uur. Oké, Rox heb ik al gedaan vanochtend, vroeg. Echt heel trots op hem, want hij houdt echt niet van vroeg opstaan. Het is nu 9 uur, ik ben klaar. Ik heb om 9:30 mijn eerste afspraak. Ik wil nog even snel ontbijten. Ik ga shakey nemen als lunch, dus dan ga ik nu wel even ontbijten thuis. Mijn hoofd is dan nu aan het nadenken. Oké, wat moet ik allemaal doen vandaag? Ik moet dit doen, ik moet dat doen, ik moet zus doen, ik moet zo doen. Dan weet ik het allemaal even niet meer. En dan ben ik eigenlijk gewoon, gaan mijn hersens van links naar rechts en ben ik aan het nadenken. En als ik dan nu ook nog leuke verhalen zou moeten vertellen aan mijn lieve volgertjes. Ja, ik weet het even niet. Maar goed, het is prima. Hoef ik ook niet altijd te weten. Dit is dan de truc. Dat je het meteen opruimt. En dat doe ik zeg maar bijna nooit. Ik heb trouwens nog geen highlighter op. Laten we dat nog even doen dan. Zo. Het is te veel denk ik weer. Maar maakt niet uit. Wat ik dan altijd doe. Want dan is het weer veel te hard en veel te veel. Dan pak ik zo'n dikke kwast. Deze. En dan ga ik daar gewoon nog één keer overheen. En dan is het iets mooier gemengd. En dan doe ik een spray. Dit is mijn lievelingsspray. Dit is een setting spray van Flower Beauty. En dan doe ik dat zo. Die mist uit deze is gewoon perfect. Niet te veel, niet te hard, niet te weinig. Vaak met die setting sprays gaat het helemaal mis bij mij. En deze is echt top. Parfum. Ik heb dus nieuw parfum. Vorige week de lancering meegemaakt van Guess. Bella Vita. Dit is hem. Als ik zeg dat deze lekker is,
Wauw. Is die echt lekker? Nee, hij is echt heerlijk. Hij is namelijk zo zwoel. Zo. Ik kan het niet uitleggen. Zoveel verschillende noten door elkaar. Die echt perfect. Heel sensueel vind ik deze geur. Lekker, lekker, lekker. Dus dat is mijn geurtje. Ik denk dat ik in plaats van het staartje er een knotje van maak. Dus dan doe ik altijd een klein beetje dit. Ik heb natuurlijk nog niet heel lang haar en absoluut niet dik haar. Of geen dik haar. Dus dan moet ik hem een beetje opvullen met lucht. Dan gaan we lekker weer even zo'n strak knotje. Elastiek. Zo. Dit is altijd mijn vette koep. Vette haarkoep. Als ik nog geen zin heb om het te wassen. Dan doe ik gewoon zo'n lekker hoog knotje op mijn kop. Of ik het mooi vind? Nee. Ik vind het niet heel mooi. Maar wel heel chill. Dus ja. Kies ik dat soms boven mooi. Gewoon lekker. Strek en peks. Oké. Oorbelletjes. Snel eventjes mijn spullen pakken. Snel eventjes wat eten. En dan snel de deur uit. Het is dus zo grauw vandaag. Stormachtig. Dat het hier gewoon binnen ook gewoon mega donker is. En grijs. Zo suf. Ik heb plantaardige kwark. Frambozen. En zwarte besjes. Dit is de plantaardige variatie op kwark. Zonder suiker. Sorry guys, gisteren niet meer gevlogd. Gisteren was een beetje een slechte vlogdag. Het bureau, dat wilde ik jullie laten zien. Dit is dus het mega bureau wat we hebben. 3 plekken. We hadden namelijk eerst kantoor aan huis. Fredje werkte daar. We hadden altijd 1 stagiair en ik zit altijd daar. En we werken namelijk niet meer thuis, zoals jullie weten. Want we hebben lekker een kantoortje buitenshuis. Veel beter. Dan kom je ook echt van je werk thuis en kun je je werk ook loslaten en heb je vrij. En toen we hier nog aan het werk waren, was je eigenlijk continu aan het werk. Dus dat is wat ik jullie wilde laten zien. Zit jij er weer te kijken? En wat precies en hoe precies, dat vertel ik jullie allemaal later. Ik ga nu eerst eventjes met mijn man even naar meubelzaak. Even lekker rondneuzen. Alright, we zijn nu in Woonland Bussum. Een prachtige woonzaak. Via een vriendinnetje van mij ben ik hier terechtgekomen. En kijk mijn ogen uit. Ik wil mijn hele huis pimpen gewoon. Maar goed, we zijn op zoek naar een dressoir. Naar een mooie fauteuil en een mooi klein tafeltje voor ernaast. En ik zit nu ook eventjes op een hoge barkruk om even te voelen hoe dat zit, want die wil ik ook veranderen. Dus we zijn eigenlijk lekker een beetje aan het neuzen en ik word hier zo gelukkig van. Laat mij maar elke dag door woonwinkels heen lopen en nieuwe inspiratie opdoen. I love it. Ik heb alleen een hele vervelende man met me meegenomen vandaag. It's me! Dat je echt denkt, dude, waarom heb ik jou meegenomen? Nee, maar wat hebben ze... Als je dat nou ook zegt zonder zo te glunderen, dan geloof ze je ook. Ze hebben zoveel mooie meubels. Ze hebben echt allerlei merken. Ze hebben bijvoorbeeld ook Richmond. Dus je kan ook alles bestellen ook hier. En nou, het is echt prachtig. I love. En zoveel mooie gouden accessoires. En ik ben verliefd op de geurtjes. En ja, jij bent helemaal gek op alle geuren. En ik ga sowieso nieuwe accessoires kopen. Gouden accessoires, uiteraard. En ik neem jullie mee. I like. Het is echt gigantisch. Het loopt helemaal door te dachten. Daar in de verte, hier. Dag lieve. Hoe is het? Hier zo. Ding, 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 ding. Ja? Ben je een beetje opgeschoten met het voorraad? Oh, wat goed. Wat goed. Hola. Hola. Lekker bezig. Lekker bezig. Oké, het bureau is in ieder geval weg. Eventjes hier aan de kant, want ik weet nog niet wat ik ermee ga doen. En dan
Dus dit de muur, jongens. Waar het allemaal gaat gebeuren. Venetiaans stukwerk. Bye. Je noemt het... Jouw bedrijf heet nu Design... Designmuren. Muren. Ik zal mijn shirtje aantrekken, ja? Ja, doe morgen je shirtje aan. En morgen gaan we het doen. En jullie hebben natuurlijk nog niet gezien hoe het eruit komt te zien. Maar ik natuurlijk wel op plaatjes. En het wordt zo, zo mooi. Dus ik vind eigenlijk ook wel een beetje een marmeren look hebben. Snap je dan wat ik bedoel? Ja, het is ook wel vals marmer. Ja. Marmer. Ja. Je hebt echt. De mogelijkheden zijn echt. Ja, en iedereen houdt daar wel van. Dit is ook wel een beetje het nieuwe ding. Gewoon niet meer zo strak, maar gewoon veel meer leven erin. Dus ja, morgen meer. Lieve mensen, het is nog steeds dezelfde dag. Het is Friday night. En ik laat jullie de hele tijd even wat tussenshots zien. En dan zien jullie dus dadelijk het eindresultaat. Eigenlijk wil ik hem nu heel graag in de primer zetten. Nu al, dan hoef je dat morgen niet te doen. Ja, dan kunnen we gelijk aan de gang morgen als het aankomt. Ja, schat, van mij mag je. Ik heb nou eigenlijk een klein finishlaagje over de muur gedaan. Ja. Waardoor als je een gestukte muur hebt en je rolt hem met latex, komt er eigenlijk toch altijd een soort profiel in. Door het verf. En dat heb ik er nou voor een groot deel uitgehaald. Waardoor je eigenlijk nog een iets gladder resultaat krijgt. Vet. Dus je wil echt helemaal geen relief in je stukwerk. Omdat het echt een soort spiegel wordt. En als je allemaal dingetjes, putjes erin hebt zitten, dan je ziet echt alles. Ja, klopt. Dus het moet helemaal strak. Ja. Ik vind het gewoon serieus nu al mooi. Ik vind dit kunst. Ja. Hij is wel artsy, die onderkant. Echt, ja. I love it. Morning, het is vandaag zaterdag. Alles is precies zo, zoals gisteren. Daar staat het bureau. Hier staan echt allemaal spullen die ook op het bureau hebben gestaan. Hier, dit is helemaal horror. Ligt een iMac, nog een ander scherm. Allemaal papieren, documenten. Biep vindt het fantastisch daar. Die zit overal op en in. Pom gaat nu verder met de muur. We gaan ook de schouw aan de voorkant met Venetiaans stukwerk. Hoe zeg je dat? Wordt gedaan, het Venetiaanse stukwerk, op de schouw, laat ik het zo zeggen. Ik ga Pom zo meteen wel eventjes in het kort laten uitleggen wat hij nou precies doet. En nou ja, zoals jullie weten ben ik natuurlijk half Italiaans. En ik ben ook niet heel lang geleden nog in Venetië geweest. Vlak na mijn bruiloft. En ik heb echt altijd... Ik ben connected met Italië. Ik voel me ook 9 van de 10 keer toch meer Italiaans. Ook als ik daar ben, ben ik namelijk echt thuis. Zo voelt dat. Dus ik vind het heel tof om een beetje Italië in huis te brengen. Met dit Venetiaanse stukwerk. En het belangrijkste natuurlijk is dat het zo ongelooflijk mooi is. Dus ik kan niet wachten om het eindresultaat aan jullie te laten zien. En het leuke is, volgens mij heb ik dat nog niet verteld. Pom en ik kennen elkaar echt al super lang. Ik denk nu 11 jaar geleden, hebben wij heel vaak met elkaar opgetreden. Wij zaten namelijk in een soort van showgroep. Ik was dan de illusioniste assistente. Dus ik was het meisje wat verdween en verscheen in alle trucs. En hij met een aantal andere boys waren de dansers en de breakdancers. En dan hadden we vaak ook een tweede danseres erbij. 2 meiden, 1 illusionist en 4... of soms wel 6 of 8 jongens. En dan hadden we gewoon een hele show. Dus ja, wij kennen elkaar al super lang. En hij heeft dan nu zijn eigen nieuw bedrijf opgezet. En we raakten weer aan de praat. En toen zei ik, nou alsjeblieft, kom bij mij die muur doen. En toen gingen we verder kijken. Het schouwtje wilde ik ook. En ik ga misschien zelfs nog dit muurtje. Daar, waar die schilderijtjes, die 2... Dat muurtje gaan we ook, als er nog spul over is dit weekend, gaan we dat ook veranderen. En zo leuk. 1, dat we elkaar weer zien natuurlijk. Maar we hebben altijd contact gehouden via social media uiteraard. Maar 2, dat het nu eindelijk gaat gebeuren. Dat mijn huis weer huis wordt. Dat het kantoorgevoel weggaat. En dat ik, als ik thuis kom na een dag werken van mijn kantoor en ik kom weer thuis, dat ik dan echt thuis ben en niet meer... geassocieerd of niet meer moet denken aan werk, zeg maar. Ik weet niet, ik vind het heel moeilijk om uit te leggen, maar
Ik stoorde me er heel erg aan. Op een of andere manier een bureau met bureaustoelen in je woonkamer. Terwijl je huis moet gewoon je rust en je zen place zijn. Waar je gewoon weer helemaal alles kan loslaten. Ook zeker je werk kan loslaten en kunt ontspannen. Want anders ben ik in mijn geval 24/7 aan het werk. En dat wilde ik niet meer. Dus ja. En ik ben natuurlijk niet alleen heel blij dat die muur gedaan wordt. Ik ben nog blijer dat ik al deze benden moet gaan uitzoeken. En ik denk dat meer dan de helft weg kan. Dus ik ga lekker de hele dag rommelen in huis. Terwijl Pom de muurtjes aan het designen is. En Ryan die is nu naar de appie. Die haalt even wat boodschapjes en dan gaan we even lekker eten. Goedemorgen, het is de volgende dag. Het is zondag vandaag. Zij heeft een nieuwe spot. Daar is ze niet meer van af te slaan. Al die kastjes zijn uitgezocht. Daar zit ijs. Hier staat het korte gedeelte van het bureau met het kastje. En daar staat het lange gedeelte van het bureau. Ik heb een aantal mensen die hem heel graag... Een aantal mensen die hem heel graag willen hebben. Ik zit eigenlijk nu de hele tijd een beetje met hun in gesprek van... Oké, weet je, wie woont er een beetje dichtbij? Wie wilt hem ophalen? Dus ik moet eigenlijk gewoon een keuze maken. Want het zijn toch gewoon een aantal mensen die echt serieus geïnteresseerd zijn. Ik heb mijzelf al wel helemaal gefixt, lieve mensen. Ik heb het allemaal inderdaad niet gefilmd. Dus hoe ik aan het begin van deze vlog dacht en zei dat ik dat wel zou doen... heb ik dat dus niet gedaan... Wat ik dan in de ochtend ben ik zo gehaast en snel. Ik heb het echt in 10 minuten gedaan dit. Ontbijt is nog wel wat ik moet doen. De muur, even een tussenstand. Ziet er nu zo uit. Mat. Goedemorgen. Goedemorgen. En die wordt vandaag afgemaakt. Kan ik binnenkomen? Ja, zeker. Good morning. Morning. Hoe is het? Hey. Goed. Hallo. Lekker. Nou, daar gaan we dan. Daar is die hoor. Klaar voor? De big man. Ja, helemaal klaar voor. Nieuwe dag, nieuwe kansen. Yes. Even deze helemaal mooi maken vandaag. Ja, helemaal goed. Geslapen? Goed, ja. En jij? Ja, ik ook. Goed zo. Ik kon niet wachten om weer verder te gaan. Dus echt dat, hè? Nu gaat hij pas mooi worden vandaag. Ja. Zeg maar, nu ga ik pas echt zien. Ja, nu ga ik pas echt zien. En dat is het vriendje. Die zich stukken beter voelt. Ja, goed zo. Even slapen, jongen. Het is tijd om te brunchen eigenlijk. Ontbijt en lunch in één. Kijk even hoe fantastisch deze broodjes eruit zien. Ik weet niet wat mijn man heeft gedaan. Ik ga je het even in het kort uitleggen wat er allemaal op zit, mijn lieve. Avocado. Tomaat. Uien. Knoflook. Grote zalm. Champignons. En sesam. Een klein beetje touch of chili saus eroverheen. Wat is het voor vandaag? Chili twist. Zo heet het broodje. De chili twist. Chili twist. We gaan de chili twist eten. Gewoon een broodjeszaak beginnen, man. Je moet echt een broodjeszaak beginnen. Waar mensen het gewoon kunnen afhalen. De mannen achter zijn verder gegaan met de muur. Wij zijn eventjes hier. Lekker even ontbijten. En ik hoop jullie zo meteen al het eindresultaat te kunnen laten zien. En anders... Sowieso het echte eindresultaat komt wel pas over een paar weken. Omdat ik dan de meubels heb die ik voor de muur ga plaatsen. Maar natuurlijk zometeen wel een eindshot. Het wordt in ieder geval heel erg mooi. Oké, snel eten. Zoveel verschillende smaken door elkaar. Hoe is het mogelijk? Chili twist? Chili twist. Ik heb een broodje in de oven gelegd met een laagje van chiliolie. Ja. Ik weet niet, wild.
Ik ben zo knap, schat. Mogen mensen niet naar je kijken? Nee. Voor mij mag elke vrouw naar je kijken, hoor, Sjoe. Ik ben heel gelukkig van. Nou, ook ook. Chili twist. Wauw, deze moet je echt op een menukaartje zetten, grap. Mensen moeten dit gewoon proeven. Niet te doen. Laatst had je ook eentje gemaakt. Was het nou? Ook zo'n heel intens broodje met van alles en nog wat erdoor. En toen zei ik ook, dit is echt nog lekkerder dan in een restaurant. In een lunchtent. Champignonbroodje. Champignonburger. We hebben eigenlijk al twee op het menu. De champignonburger. Die is echt uniek. En deze. En met name allemaal vega. Dus geen vlees. Wel vis. Ja? Dus je kan het zien. Je kan nu een beetje zien wat het gaat worden. Oeh. Eindelijk. Oh ja. Gaaf zeg. Ja? Mag die blijven? Hij mag zeker blijven, schat. Het is zo cool. Dit is toch niet normaal? Gelukkig. Wat er gewoon... Moet je zien, man. Zoveel leven in een muurtje. Echt, I love it. En wat ik zo tof vind, is dat het gewoon bijna lijkt het wel van glas. Snap je wat ik bedoel? Ja. Zo glad. Het voelt ook echt glad. Echt prachtig. En je licht, als je nu zeg maar, via de muur kan je eigenlijk naar buiten kijken. Ja, ja, het weerspiegelt. Ik vind het ook gewoon, wat ik gisteren ook al zei, echt een beetje dat marmer vibe gewoon. Ja, ik vind het echt beeldig. Gelukkig maar. Echt zo gaaf. Doen ze even hoor, die mannen. Toch? Hey. Hè? Even gaan. Ja. Echt tof. En hoe is het dan een bepaalde tactiek die jullie doen? Of is dit gewoon wat iedereen doet, die Venetiaans stukwerk? Of is het soort van... Hoe moet ik dit zien? Heb je dit soort van zelf ontwikkeld? Of is het echt al, bestaat het echt al 100 jaar? Het bestaat echt al sinds... volgens mij, als ik het goed zeg, sinds 1800. En het is gewoon veel gebruikt in Venetië vroeger. Ja. Daar was het doodnormaal om gewoon de muren op die manier te versieren. Ja. Yeah. En dat is eigenlijk heel lang te stil gelegen en dat is nu weer een beetje... Upcoming. Ja, het is er nog steeds, maar soms komt er weer een vlaag omhoog en... Maar door jou gaat het weer helemaal upcoming worden, door jullie. Ja. Let's go. Echt hoor. Bring it on. Ja, het is zo mooi. Ja, gelukkig. Ja, het is echt leuk. En het is wel afhankelijk van je slagen, zeg maar, in hoeverre je je leven creëert in de muur. Dus dat is heel erg afhankelijk van de applicateur, zeg maar. Ja. Dus wat we nu aan het doen zijn, is eigenlijk laag op laag. Dit is de 2,5 laag, zeg maar. En hij loopt achter mij aan om dan de laag die ik net heb opgezet, gaat hij in de andere laag drukken. Waardoor je dat gecompresste, je gaat eigenlijk compressen en daardoor krijg je dan die glinstering erin. Ja. Ja, glinstering, daardoor gaat het glimmen. Ja. Mooi. Wat een teamwork zo met z'n tweetjes. Ja, het is wel makkelijk zo. Ja. Ja. Zit je mij precies bij dit rotstukje? Ja, oh ja, klopt. Ik heb je eigenlijk hier. Dit is inderdaad wel een rotstuk. Ja, zo'n heel smal dingetje. Echt zo leuk. Dus wat doe je dan nu? Nu eigenlijk nog meer indrukken. Oké. Okay. Dus, compressie heet het dan? Ja. Oké. Okay. En die verschillende lijnen en vormen erin, dat is helemaal al gedaan in het begin dus? Ja, dat, eigenlijk per laag bouw je dat een beetje op. Dus de eerste laag zet je... Je kan het op meerdere manieren opzetten hoor. Maar zeg maar de traditionele Venetiaanse manier is, je zet één hele laag op. Ja. Daarna zet je eigenlijk in jouw work in progress video, zie je dat? Ja. Dat je patches hebt. Dus dat je op meerdere plekken wel hebt en op sommige plekken dus niet. Ja. Dan creëer je zeg maar...
al iets meer diepte. Ja. En daarna zet hij nog een keer in mijn oven en dan gaat dat iets meer tekenen. Het is echt prachtig, jongens. Als je wil, kan je er 20 lagen overheen doen in principe. Ja, tof. En hoe meer je dit doet wat jij nu doet, hoe glimmender het wordt. Ja, ja. En dit mag gewoon volle gewicht. Dus, dus het is ook gewoon een workout voor jullie? Het is echt een workoutje. Ja, een lekker meter. Ja, echt, sportscholen zijn toch dicht. Ja, toch? Jongens, kijk even hoe beeldig. Dit is de schouw geworden. Ik hoop echt dat jullie het goed kunnen zien op beeld. Ja. Zien jullie een beetje dit marmeren effect? Zo glad, zo shiny. Het is echt prachtig. Oh my god, ik ben echt verliefd. Je kunt dit dus in iedere kleur uitkiezen die jij zou willen. Wat bij jouw interieur past of wat je gewoon tof vindt. Misschien wel een hele opvallende kleur, zodat je muur echt een eyecatcher wordt. Je kan dus alle kanten op. En hiervoor hebben wij dus gekozen voor een beetje een nude met een heel licht roze glansje erdoorheen. Dit is eigenlijk omdat we dat heel zacht en heel lief en heel mooi vinden. En omdat het ook past bij onze velvet fauteuil. En we hebben ook, even kijken hier, wat kussentjes waar wat roze in zit. En dan heb ik hier hele mooie bloemen waar roze in zit. Dus dan komt dat eigenlijk heel mooi bij elkaar terug. Maar goed, je kan dus elke kant op gaan. Ik vind het zo leuk dat Pom dit heeft gedaan. En ja, zoals jullie dus al eerder in de vlog hebben gehoord, we go way back. Dus buiten dat het prachtig is, was het ook vet gezellig. Echt heel leuk dat hij er was het hele weekend. En achter moet nog een plint komen en nog meubels. Dus dat uiteindelijke resultaat gaan jullie pas, denk ik, zien over 2 of 3 vlogs. Want dat duurt even, want de meubels die zijn nu in bestelling. De plinten die worden ook besteld morgen door Pom. Dus wanneer dat allemaal binnenkomt, dan zodra het allemaal staat, ga ik dat natuurlijk voor jullie filmen. Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Oké, het is nu maandagochtend. 8:15. Ik heb net gedoucht. En ik kom deze kleine man tegen in de gang. En dan, dan moet ik jou knuffelen. Dan moet ik jou knuffelen, hè? Ja, dat vind jij wel lekker. Mama's babytje ben jij. Mijn kleine kater. Knappert. Ik ga mezelf nu klaarmaken. Ik moet naar kantoor. Ik heb een lange werkdag. Als ik klaar ben met werken, kom ik naar huis. En dan ga ik deze vlog editen. Dus dat is de planning voor nu. Ik heb lekker mijn haar gewassen. Ik ga mijn haar een beetje droog feunen met een hete luchtborstel. En dan heb ik eventjes een volumieuze koek vandaag. En dan doe ik jullie vanmiddag, voordat ik ga editen, of einde dag, als ik weer thuis ben, laat ik jullie eventjes de muur aan de achterkant zien. Hij is zo mooi. Het is echt ongelofelijk. En ik moet vandaag ook mijn nagels laten doen, want mijn gellak is gewoon weer klaar. Na 3 weken doe ik weer een nieuw gellakje. En vandaag laat ik het weer doen door Isaura. Dus daar ben ik heel blij mee. Dus ja, ik zie jullie gewoon later.
Dan ga ik jullie de muur laten zien en dan ga ik deze vlog editen. Alright, lieve mensen. Jullie hadden natuurlijk wel al gezien dat het in de maak was. En de muur is af. En hij is zo ontzettend mooi. En kijk ook, weet je wel, dit. Dat het weer spiegelt, vind ik persoonlijk zo intens. Cool. Het lijkt daardoor zo groot. Zo chic. Dus dat ligt daar. Daar. Dat is gewoon de eetkamer. En dit ligt hier, is gewoon het raam. Het is toch echt zo nice. Eventjes van een afstand. Dus dit is de wall, lieverd. Gewoon echt zo mooi. Er zit zoveel leven in. Echt bizar. De plinten zijn besteld. Die komen binnenkort. En hier komt dan een mooi dressoir. In de hoek komt dus een hele mooie fauteuil. En zodra dat allemaal binnen is, zal ik het jullie uiteraard laten zien. Dus dan zien jullie het echte eindresultaat. Nu zien jullie alleen maar een prachtige muur. Maar ik denk straks met de meubels ervoor, als de plinter weer voor zit, dan is die af. Ik ga nu deze vlog editen. En het is nu, laat me even denken, dinsdag. En ik wilde deze vlog zondag online. Maar goed, zondag was Pom nog bezig met de muur. Gisteren is het maandag, is altijd een hectische dag bij ons op kantoor. En vandaag eigenlijk was ook een beetje hysterisch voor mij. Nu ben ik net thuis, nu ben ik even chill. Nu ga ik deze video editen. En dan hoop ik dat die vanavond af is. En dan kan ik hem morgen online zetten. Dus dan hebben jullie deze video op woensdag van mij. Alright, liefjes, bedankt voor het kijken. Hoop dat jullie het weer leuk vonden. Vanaf volgende week ga ik weer even wat consequenter proberen te vloggen. Dus echt weer even sowieso elke zondag. En dan af en toe een woensdag erbij. Dus dan sowieso een vlog op zondag. En op sommige dagen een extra video op woensdag. Dus dat jullie er twee in de week hebben. Ik moet weer eventjes mijn driver in vinden. Maar ik heb zoveel leuke ideetjes. En ik heb er gewoon heel veel zin weer in. Dus dat is wat ik ga doen. Voor nu bedank ik jullie. En we zien elkaar heel snel weer. Ik denk dan hopelijk deze zondag. Of is dat dan weer iets te snel dat ik dan start van de volgende zondag? Hangt er echt vanaf wat ik donderdag, vrijdag en zaterdag doe. Maar goed, dat merken we dan vanzelf wel. Dikke kus. Tot snel. Doei.